Dit zijn zelfverklaarde communisten. Maar de VRT weigert ze zo te noemen. Radicaal linkse partij PvdA. Het radicaal linkse PvdA. Uiterst linkse partij PvdA. In het kort komt het hierop neer. Tax the rich, comrades. Ondanks waarschuwingen van ondernemers dat de economie zou schaden. PvdA is de jongste partij van de zeven, maar ze hebben de meest ouderwetse ideologie. Ze willen iedereen even rijk maken. Cadeaus, cadeaus, cadeaus. Door iedereen even arm te maken. Het accijnzen verhogen in onze pocket is dat geen probleem. BTW in onze pocket is geen probleem. In de vorige eeuw heeft het communisme aan 94 miljoen mensen het leven gekost. Daarom zou een cadeau sanitair meer dan welkom zijn. Dat de andere partij ons uitsluiten? Maar er is geen cordon tegen die massamoordenaars. Dat moeten we nog eens zien. Hè. Er moeten de verkiezingen nog komen. Hè. De mensen moeten nog stemmen. Hè. Ik hoor dat er echt wel de ondergrond echt wel een stroming is van mensen die echt zeggen die een linkse rebelse stem willen uitbrengen. Ik hoef niet te horen dat echt communisme nooit geprobeerd is. Want dat is het wel. De Oekraïners zijn verhongerd onder het communistisch bewind. Maar bij de studenten is PvdA in trek. Mogen de studenten dan ook mee werken? Ik vind het erg dat in België meer en meer studenten moeten werken. Maar wat als ze willen werken? Er zijn 5 andere partijen die er geen probleem van maken. Oei. Want veel studenten vinden het leuk om een centje bij te verdienen. Voor hun eigen plezier, voor hun eigen amusement. Maar amusement is niet efficiënt voor deze man van staal. Bent u zelf ook student geweest? Ja, maar hij heeft het kapitaal niet uitgelezen. Ik heb het natuurlijk over Roel Haspengouw. Voorzitter van de PvdA, Raoul Hedebouw. De voorzitter trok de straat in. Als hologram weliswaar. Zo hoeft hij niet tussen het stinkende proletariaat te komen. En zo kan hij in 5 Vlaamse steden tegelijk aanwezig zijn. Maar is dit geen dure grap? Gaan wij dit mogen betalen? Ik zou het niet meteen linken, deze state-of-the-art actie met PvdA. Ja, ik vrees dat je al betaald hebt. En ook voor deze grap. U bent hier niet op de jaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse vindelzwaaiers of zo? Ook Jos Daase vindt de Vlaamse leeuw ongepast in het Vlaams parlement. Vraag ik mij af of het de bedoeling is dat iedereen die hier is op de stoel van de voorzitter moet zitten, zijn eigen decor mag meenemen, misschien nog eens een andere vlag, misschien een spandoek erachter. Ik weet het niet, maar zijn wij hier een parlement of zijn wij hier een duivenkop? Wat is dat hier zeg? Hij ging van kwaad naar kwader. Dit kan niet door u valt volkomen uit uw rol als voorzitter. U valt volkomen uit uw rol als voorzitter. Ik herinner mij niet dat ik u het woord heb gegeven. Alleen maar voor de pure persoonlijke profilering. Ik herinner mij niet dat ik u het woord heb gegeven. Als het een evidentie zou geweest zijn, meneer De Winter, dan had u het 4 jaar geleden of in het begin van uw mandaat hier al ten berde gebracht op het uitgebreid bureau waar, waar u het ten berde hoort te brengen. Maar nu hier, om uw eigen profilering te voeren. Op als u zich zo stoort... laatste opmerking. Na 15 minuten klagen kregen we dit te horen. We schorsen het parlement. En na nog een kwartier kregen we het besluit. Het bureau heeft beslist dat we in de huidige setting kunnen onze vergadering verder zetten. Tijd is geld, maar geld bestaat niet voor communisten.